Welkom natuurliefhebbers en vogelliefhebbers bij het spannende unboxing-avontuur van vandaag. We hebben iets heel bijzonders te onthullen, een wifi nestkastcamera waarmee je de fascinerende vogelwereld vanuit je luie stoel kunt bekijken. Ben je er klaar voor? Laten we in de wereld van de unboxing duiken. Dit is onze draadloze vogelboxcamera. Laten we hem uitpakken. Open hem. We kunnen de camera zien. Laten we hem eruit halen. Dit zijn de installatiekits. We hebben hier een stopcontact. Een antenne, dit is een extra antenne. Een netsnoer van 10 meter. En een gebruikershandleiding. En dat zit allemaal in onze doos. Deze camera is beschermd in een IP6 behuizing en de 2,5 mm groothoeklens biedt een ultra groothoekbeeld dat ongeveer 120 graden is met verstelbare focusfunctie. En hij is ook uitgerust met een krachtige antenne om de sterkte van het wifi signaal te verbeteren. Er is een zeer gevoelige microfoon ingebouwd voor audio-opnames. Nu gaan we hem verbinden met onze mobiele applicatie. Laten we nu onze draadloze nestkastcamera instellen. Je hebt een router nodig voor een draadloos netwerk. Eerst sluit ik de voeding aan. En dan ga je naar je telefoon, open je de applicatiewinkel en zoek je naar Green Backyard. Het is beschikbaar op zowel iOS als Android. Ik heb het al gedownload. Nadat we het hebben geopend, zien we de plusknop. Klik erop en klik op wifi-camera. Volgende. Voer je wifi-naam en wachtwoord in en klik op bevestigen. Vervolgens zie je een QR-code. Op dit moment gebruiken we onze draadloze vogelkastcamera om naar onze telefoon te kijken en de QR-code te scannen. Je kunt de hoek een beetje kantelen. De afstand is ongeveer 20 tot 30 centimeter en zorg ervoor dat je de helderheid aanzet. Dus zoals je kunt zien, ben je al verbonden met onze vogeldooscamera. Geef het even de tijd. Je moet er een wachtwoord voor instellen. Het moet letters en cijfers bevatten. Ik ga gewoon een willekeurig wachtwoord intypen. Zoals dit. Druk op bevestigen. Je kunt je apparaat een naam geven of gewoon op een van de plaatsen klikken en dan op opslaan drukken. Volgende. We hebben nog geen SD-kaart en dit is de alarmknop. Je kunt het openen of uitzetten. Druk op de afspeelknop. Je zult zien dat het al aanstaat. Vervolgens gaan we het in onze vogelkast plaatsen. Ik heb ons rek hier al geïnstalleerd. Nadat ik het erop heb gezet, zie je op deze manier het uitzicht in het vogelhuisje. Dit is een groothoek, dus je kunt zo'n beetje alles zien binnen in de vogelkast. En als je wifi-netwerk niet al te sterk is, kun je deze extra antenne ook gebruiken om je draadloze netwerk te versterken. Installeer hem gewoon op het vogelhuisje en verbind hem met onze draadloze camera. En dat is het. Je hebt nu een nieuwe dimensie van vogelkijken ontdekt, allemaal dankzij de draadloze vogelkastcamera. En dat is alles voor vandaag. Hartelijk dank voor uw komst. Als u meer wilt weten, kunt u kijken op onze website of op ons YouTube-kanaal Green Backyard.